ook aan. Oh, nu druk ik op opname. Jongejonge. Dat werkt niet. context voor de kijkers. Ik drukte op opname starten in plaats van stream starten. Oh, het is weer wat. Echt, hè. Het begint altijd chaotisch. En dat blijven we ook altijd zo houden. Dat is traditie. Moet je niet veranderen. Zeg dat maar tegen de mensen die tegen Zwarte Piet zijn. Ja, dat is... Dat kan ik wel doen. Ik weet alleen niet of ze luisteren. Slot A, Holidem. Hij doet het gewoon. Will? Ja, ik had hem voor de dinges eventjes geopend. Om inderdaad te kijken of ik Donkey Kong kon zijn. Wat nu ook in de. Dat had je gewoon mag gevraagd hoor, want dat weet ik wel. Ja, klopt. Ik had het gevraagd en dacht ik, wacht, ik kan dat eventjes zelf checken. Dus waarom zou ik moeilijk doen? Maar ik kies de map deze keer. Oh shit. Oh nee, ik ga verliezen. Oh, oh god, nu gaat hij dat als smoes gebruiken natuurlijk, dat hij slecht is. Ja, sowieso. Welcome to party mode. Nee. Dat is gewoon standaard rules, toch? Niet van... Ja, hij doet het in één keer! What? What the fuck? Ziek. Oké, okay, ik ben zo'n donkey. Kom. Ik ben Luigi. Laten we Peach... Wel normal, hè? Ja. Wel normal. Kom op, zeg. Zijn niet losers. En Daisy. Dat is leuk, gezellig. Oh, Milan is live. Oh, shit. Jammer dat ik nu net zelf live ben. We doen Goomba. Goomba, is die leuk? Maar Goomba is helemaal links, hè? Oh, zo werkt dat. Ah, kijk. Holy damn, ik ben echt... Volgens mij hebben we deze nog nooit gespeeld, vier of wel? Jawel, we één keertje dacht ik toch? Oh nee, met Justin heb ik die gespeeld volgens mij, niet met jou. Ik zeg het niet. Oh, nee, gewoon iedereen tegen elkaar. Hoe ga ik naar onder? Je moet hem choosen, dus A drukken. Oh, nou, 20 wel? Ja, gewoon. Doe maar 20. Yeah. All? Easy. All. Nee, all dan. On. Bonus A, on, altijd. Nou, dit hoeft ook niet, oké. Okay. Settings are oké. Okay. Hey. Nou, let's get fancy. Oké. Okay. Hallo, Basic Bas. Welkom dat je kijkt. Oh, ik heb dit niet ingesteld. Ik had laatst zo'n goed idee, hè. Ken je die Snap King? Gozer? Ja. Die heeft zo'n All You Need is Tim. Ja. En dat is zo, welkom dat je kijkt. Ik wou die dus instellen als sound effect. Oh, oké. Okay. Die kan redeemen als iemand komt of zo. Of een kijker kan redeemen. Welkom dat je kijkt. Like, ja. Ken je dat liedje niet? Nee, dat wil ik ook niet kennen. Fair enough. Oké, okay, ik ga winnen, oh, boys. Oh, Huts, ja, ik mag een keer als lekker. Eerst. Voor je. Yay. Ik hoop dat het echt heel nadelig is. Dit is voor mij zo'n nostalgie. Vroeger, toen ik echt nog heel jong was, toen ik 8 was of zo... Toen hadden we deze game dus. En toen ging ik dus dit altijd met mijn familie spelen. Hè? Met mijn ouders en met mijn zusje. Altijd. Zoveel gespeeld. Ik heb er echt honderden uren in deze game. Nice. Ik heb het wel met mijn broer gespeeld. Maar nooit echt met de hele familie, zeg maar. Als ik tegen mama zeg, wil je Mario Party spelen? Wil ze ook altijd Mario Party 4 spelen. Ah. Hit een blok! Tuurlijk niet. Oh. Yes, dat werkt. Hoe dan? Hit een blok! Okay. Daisy gaat echt speedy, Gonzales mode. Volgens mij. Tjong. Een gratis mushroom. Oh! Dit is met zo'n... van die dozen. Dat heb ik wel eerder gezien, volgens mij. Volgens mij wel. Oké. Okay. En de item shop. Ja, volgens mij wil ik dat. Oké, ik ga toch eventjes kijken. Altijd kijken, toch? Kijken, en niks kopen. Precies. Wat is dit? Oké. Ja, nou, dat is niet... Dat hoeft niet. Het is echt heftig, want jij hebt deze game dus nog nooit gespeeld, of wel? Nope. Oh, dat is voor mij... Moet dat echt even wennen. Want sommige dingen die voor mij heel normaal zijn, zeg maar... Dat vergeet ik dat jij dat dan niet weet, zeg maar. Ja. Yeah.
Slime time. Slime time. Dit is A-mesje, zeg maar. Wacht, heb je hier niet dat je... Oh, jawel, ook gewoon. Ja, oké. Okay, quickly. Oké. Okay. Nou, boys. Daar gaan we. A-mesje. Let's go. Heb ik trouwens wel getweet dat ik live ben? Dat weet ik niet. Oké, okay, eerst even deze ding, daarna tweeten. Ik zit echt vol on mode. Nice. Ja, dat viel te verwachten. Is niet anders, is niet anders. Toetsenbord kapot, maar ik heb wel gewonnen. Ah, wat kut. Ik wou dat mijn toetsenbord kapot was. Oh, deze nooit game gedacht is... die zin hard op te zeggen. Deze game is zo nostalgisch voor mij. Ik vind het echt leuk. Dat snap ik. Ik heb trouwens wel de kutste map uitgekozen die er is. Oh. Ja, dat is niet handig. Zoals ze dat noemen. Dus. Ja. Dat. Vooral. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Ik weet het niet. Ik ga niks betalen. Ah, wat jammer nou. Dat had ik nog zo opgehoopt. Oh, nice! De luck is back, okay. Sander. De luck is back. Ik ga ook gewoon niet reageren. Nee. Misschien heb ik wel nog meer luck en heb ik... Nevermind. In die Mario Party aflevering die maandag online komt bij mij, dat is die ene met die sneeuw, weet je wel. Die sneeuwbaan dat jij met die chain chomps al mijn sterren jatte. Ja? Ja, die titel van die video is Mag ik een Milan Salt in de chat? Nice. Waarom doet ze dit? Omdat ze dom is, misschien? Ik weet het niet hoor, ik noem maar wat. Ja, niet iedereen kan zo slim zijn zoals ik. Mm-hmm. Ja. Je bent Sander. Dat wist ik. Oh, wacht, heel even op start, want dan moeten we, voordat we verder gaan... Even de rumble opzetten. Smart. Hier, als je hem betaalt, zeg maar, dan heb je een grotere kans dat hij de goede kant op gaat. Maar ik betaalde net niks en toen kwam ik ook bij de goede. Mm. Ja, maar wil ik de goede kant op? Dat weet ik niet. Ik heb wel de goede kant, maar wil ik ook de kant op die jij opgaat? Bedoelde ik daarmee. Want kijk, ik kan nu ook wel voor paars willen gaan. Maar... Volgens mij moet ik dat helemaal niet willen, want jij gaat die ster pakken. Dus, what do you say? Wanna pay me to stop it? No. Fuck it. Fuck omkoping, boys. We don't do omkopings today. Oké. Okay. Shit, had ik nou... Oh, je komt wel bij de loterij. Dat is wel vet. Ja, let's go. Lucky. Kijk, je krijgt hier nu zo'n kaart. Als de laatste 5 turns ingaat, dan kan het zo zijn dat je al die 3 die dingetjes... een soort roulette, zeg maar. En als je al die 3 die dingen hebt, dan krijg je prijs. Dat gebeurt 1 in de 1000 keer gebeurt dat. Maar het is wel vet als het gebeurt. Oké. Okay, je kan 100 coins winnen, nu. Oké. Okay. Moet ik... Then pick a card, any card. Oké, dus dit maakt letterlijk niks uit wat ik kies. Nee. Dit is gewoon leuk. Ja. Ik voel deze wel, man. Oké. Okay. Deze nou, gaat het sowieso als niet je, als je een 1 krast, krijg je 100. Ah, oh. Oh, oké, je hebt niks. Nee, try again. Dus ik mag try again, hè? Nee. Aha, wat een bullshit. Nee, ik vind het nu al niet meer leuk. Ik doe nooit meer mee met de loterij. Totdat je een keer 100 coins wint. Je moet wel verder. Nee, ik doe ook nooit meer mee. Ik blame postcode loterij. Gewoon ook. Nu. Hit een blok? Ik ben helemaal zat. Helemaal zat dit. Kut game. Wat een haat. Nee, leuke game. Leuk. Oeh, Manta Rings. Een van de vetste minigames van dit spel. Een verliesje voor mij.
waarschijnlijk. Sander doen nou niet zo. Nou, dat weet ik wel. Dat weet ik nu al. Dat zie ik nu al, hè? Dat is knap, hè? Ja, ik zie dat gewoon. Kom op, jij staat nu al voor. Je hebt nu al een ster. Okay. Zoals het hoort. Okay. Moet je gewoon weer aanspammen? Nee, je moet gewoon zoveel mogelijk ringen pakken. Oh. Wat? Hoezo had ik die niet? Ja, ik had... Nou, wat een haters. Wat een haters. En weer niet, hè? Weer niet. Oh, wat een haters. Ik haat deze game. Oh, nee. Oké, die had ik gemist. Dat geef ik toe. Oh, ja. Kijk, dat is minder haters. Ja, dit ga ik toch al nooit meer winnen. Wat een kut game. Misschien moet ik sneller. Wauw, min 3? Oké. Finish! Ik heb 2 punten, of 0 punten. 2, wel. Maar eerlijk is eerlijk, was wel een leuke minigame. Ik dacht dat het... Nou... Nee, hij reageerde niet eens goed, joh. Wat een haat. Ja, echt, hè. Vind ik nou ook. Ik bedoel van jou. Van de game, ja. Dat snap ik dat je dat bedoelt. Dat had iedereen al door. Nee. Heus. Oh, hij heeft weer een ster, hoor. Sure. Oh, wat zielig. Wat sneu dit, hè. Van die mensen die dan een ster kopen, vind ik echt sneu. Echt zielig. Dat haal totdat ik straks een ster koop. Oh. Oh, nee. Nee, dat is niet zo erg. Je blijft in hetzelfde rondje, zeg maar. Nee. Oh, echt? Ja. Ja! Yes! Oh, rollercoaster of emotion. Dat je zo wilt winnen, Zalba. Als het moet, dan moet het. Wij hebben maar 11 coins, dus dat is eigenlijk wel positief dat hij net iets achter je staat, zodat je hem straks kan kopen. Wauw. Ah, dan moet ik nog wel een minigame halen. Gaat ze kopen? Wat? Hoezo kun je kopen voor 10, 5 en 20? Dat snap ik dan niet. Ja, hoe meer je hem omkoopt, hoe groter de kans is dat je de goede kant op gaat. Dus zij heeft nu gekocht en gaat alsnog niet de goede kant op. Ja. Wat een loser. Wat een loser. Maar ik zal je even uitleggen hoe die mushrooms hier werken. Je hebt zo'n groene mushroom, die zijn nu gebruikt. Dan word je groot en elke keer als je dan langs iemand loopt, krijg je 10 coins van die persoon. Oh. Alleen. Dus dit niet gewoon een dubbel. Nee. Alleen een nadeel van die item is dat je de ster niet kan kopen als je groot bent. Ah. Als je klein bent, daar is het voordeel van dat je dat je door smalle gangetjes kan, zeg maar. Je hebt van die smalle buizen, zeg maar, waar je doorheen kan. Kijk, ze loopt nu voorbij de ster. Omdat ze groot was. Alleen het nadeel van zo klein is dat je maar 1 tot 5 kan gooien. Ja, oké. Okay. Maar ik ben dus nu 10 coins kwijt. Ja. Dit. Wat een kut map. Nee. Waarom wil je deze map eigenlijk? Om jou te naden. Ja, dat was wel weer duidelijk. Oh, deze is wel logisch. Je moet gewoon de meeste kleurtjes hebben. Ja. Zeker. Nou, dat snap ik wel. Ik snap wel iets. Niet veel, maar... Goed, dat is bijzaak. Oh, je moet kort. Oké, ja. Oh, wacht. Ik snap al wat ik moet doen. Ik snap al wat ik moet doen. Kijk, dit moet ik doen. Toch? Moet ik het zo doen? Doe ik het zo goed? Ja hoor. Oh, kut. Deze staat hartstikke voor. Deze staat hartstikke voor. Ga dan niet over mij, jonge lul. Ja, jij zei dat ik het goed deed. Hij heeft het wel gezegd. Ik heb het gehoord. Dat je zo wil winnen. Kut Daisy. Je staat laatste, Sander. Ja, nou. Krijg ik weer die bonus, hè. Misschien is dat een keertje gunstig voor me. Ja, ik word toch altijd al genaaid. Dus gelukkig ben ik wel wat gewend.
Dice Duel. Ik wil, als ik minder dan hem gooi, word ik gewarpt naar de start. En wat op, dat is op dit moment voordelig. Als ik meer dan hem gooi, krijg ik 10 coins. Dat is op dit moment ook voordelig. Nee, dat is niet per se voordelig, want dan blijf ik in dit rondje zitten. Jawel, dat is hartstikke voordelig. Heb je meer coins? Meer coins is meer geld. Geld is meer kans op een ster kopen. Ja, maar Sandy, je snapt deze game niet. Het is de bedoeling dat ik hier wegkom en nu blijf ik in hetzelfde rondje zitten. Dus dat is toch gunstig voor mij dan? Ja, voor jou wel, ja. Ja, dat zeg ik. Ga maar. Wauw. Jij doet ook 1. Yeah! Wow, Sander, je bent live. Oh, shit. Ben ik live? Dan moet ik opletten met wat voor scheldwoorden ik zeg. Dat klopt, ja. Oh, kut. Ik zei net kut. Ah, kut. Doe ik het weer? Ah, nee. Heel flauw, sorry. Dat is best kut. Ja, dat is echt kut. Echt kut dat je kut zei. Ja, dat vind ik altijd zo kut als dat gebeurt. Press button. Oké. Move en press button. Dat kan ik. Bij wie zit je? Ik snap nog steeds niet wat ik moet doen. Weet ik het. Daisy, volgens mij. Of Peach. Peach. Oh, deze. Reverse a bomb. Nee. Kut. Nee, kut. Dat wou ik niet. Nee, kut. Nou, ik word genaaid hier. Nou, oh, we gaan dit zo hard. Waarom? Ik vond je wel goed, Sander. Nee, ik was niet goed. Eerlijk gezegd dat echt een kut minigame vind. Ik haat die minigame echt. Die zit volgens mij ook in de nieuwe Mario Party, deze minigame. Wat? Nee. Ik ben nu al salty. Ik heb die game pas net gepreorderd en nu is die al kut. Heb je hem al gepreorderd? Ja. Echt? Oh, ik nog niet. Weak. Oh, hit de blokkoester! Nou, dit slaat toch echt weer nergens op. Oh nee, dit is skills hoor, zegt hij dan straks tegen Justin. En dan zegt Justin, ja, hij zegt skills hoor. Echt. Ik ga ze even zeggen dat hij de stream moet kijken. Yay! Kun je hier in deze game ook keihard genaaid worden? Want dan hoop ik dat gebeurt. Ja, als je op een flipperkast komt. Dan hoop ik dat. En dan sterren wisselen met mij. Maar waarom doet ze dit? Want ja, omdat ze een klapmogel is. Ja, maar ik denk dat ze vlak voor de ster eindigt. Oh ja. Ah, wat kut. Ja, maar ze heeft nog niet genoeg coins. Nee, nog niet, maar ze hoeft Sander, ook je maar kan één. Ook de mini-mushroom gebruiken en door die pijp daar. Dat kan ook. Oh, ik weet waarom ze het deed, denk ik. Die pijl die voor jou ligt, zeg maar. Dan moet je weer battelen tegen Goomba. En als je minder gooit, word je naar de start gewarpt. Oh, wat kut. Maar als ik dus de mini, dan ga ik daar naartoe en dan word ik ook ergens naartoe gewarpt. Ja, dan loop je, dan kom je bij mij in het rondje. Dus het is net wat je zelf wil. Risk, boys. Nee, dat is een Want ander spel. Want ik heb al zoveel geluk. Nee, vergast. Hoe moet ik dit nou weer doen? 1. Nou, fucking kut game, echt. Ik heb toch wel altijd ongeluk, dat zie je nu toch weer. Maar dat dwing je ook af, Sander. En trouwens, bij de vorige 2 Mario Party potjes die we deden van de Die tellen keer, niet, ja. Die tellen niet, nee, die tellen niet, dat is niet eerlijk. Het is goed, Sander. Ja. Toads Quick Draw. Wat is dit ook weer? Wat moeten we doen? Oh, we moeten balloonetjes skieten. Hij geeft een kleur en die ballon moet je skieten. Oh, wat leuk. Ook wel een leuke minigame. Past in verliezen. Mario Party 4 heeft heel veel goede minigames. Eigenlijk heeft Mario Party 4 maar 1 slechte minigame en dat is een 2 versus 2. Dat is diegene die we net gezien hebben. Nee. Welke kleur moet ik dan? Ja, daar komt Toad zo mee. Ah, die had ik. Nee, dat is bullshit. Het lukte niet, merkte je dat?
Ik merk het, ja. Ja, daar zat ik gewoon ook ver uit de buurt. En elke keer als je stuurt, dan ga je ook van hier naar Tokio helemaal naartoe. Dat komt ook dat door heb de... Jij ook. Tuurlijk heb jij dat ook wel weer. Ja. Smoesjes. Ik heb het ook, maar dat komt ook... Dat echt nergens op. Dat komt ook door de computer dingen. Als je met een controller speelt, heb je daar geen last van. Ja. Smoesjes. 8. Nog een keer in de blok. Oh, nog een keer in de blok! Ik heb geen orgasme op mijn stream, dan word ik straks nog geband. Sander. Mag ik een Sander Salt in de chat? Wauw. Dat helpt dus ook niks voor haar, want ze kan dan nog steeds die buis niet in. Wow, oh, en ze gaat de lottery natuurlijk weer winnen. En dan altijd, ik word altijd genaaid. Hier, precies hetzelfde als ik. Dus als ik straks 5 coins nee, krijg... Nee, dat kan niet, dat kan niet. Dat is niet hetzelfde. Sterren. Zij heeft natuurlijk... Oh, oké. Okay. Sander, gaan we nou de hele tijd zo salty zijn? Ja, ja, toevallig wel. Heb je gezien hoe het staat? Ik heb 0 coins en 0 sterren of zo. Dat heeft mijn skills te maken. Zij heeft niet genoeg coins. Oh ja, dat wist ik. Ik dacht eventjes, oh, ik kom daar straks ook langs, maar ik kom daar helemaal niet langs. Zij heeft weer 4. Waarom hebben jullie allemaal zo'n heel laag getal? En heb ik niet zo'n ultra hoog getal wat nooit boven te gooien is? Dat is gast, altijd. Gast, ja, gooi de 1. Oh en? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ja, maar dat is ook weer gewoon omdat deze game me haat. Oh, dit is hidden block voor jou. Nee. Nou, ik merk het. Oh, ik vind het nou alweer een heerlijk potje. The Long Claw of the Law. Dat is ook een leuk spelletje. Nee. Dat zeg ik bijna elke keer bij Mario Party 4. Woef woef. Woef woef. Oh, kut. Maar... Oh. Oh, je moet... Je moet de woef woef pakken? Ja. Hey, ga nou niet dicht! Hé? Hey. Mooi joh, je hebt echt goed gedaan, what the fuck? Oh, hij is weer kut. Ja. De beeld. Ja, klopt. Nou, sorry jongens dat jullie het zo trash zien, maar dat ligt aan Mario Party. Oh, ik heb nu genoeg voor de ster. Weet je waar ik nu niet kom? Bij de ster natuurlijk. Let op. Let op, hè. Ik heb sinds kort ook een beetje delay op mijn cam en mijn mic. Ik weet niet hoe dat komt. Hoe doe je? Mijn mic en mijn cam, die zijn gedelayed. Die zijn niet gelijk of die zijn later dan de gameplay? Nee, die zijn niet gelijk. Dat zie je bij de... Bij, godverdomme. Dat zie je bij de Pokémon afleveringen namelijk ook. Oh. Raar. Kleintje? Maar is het veel of is het te doen? Ja, het is te doen, maar het is net een seconde, weet je wel. Hm. Nee, want als je met de gameplay zit, dan komt het misschien omdat je laatst iets van de Switch hebt opgenomen en een vertraging op hebt gezet. Nee, maar ik heb geen vertraging op mijn Switch, hè. Oh. Want ik heb een ingebouwde. Dus, klopt. Ik speel mijn Switch ook op de PC, zeg maar. Ja, precies. Ja, dan weet ik het ook niet. Ik heb dat wel, maar ik heb gewoon een speciaal profiel gemaakt op OBS. Dat ik altijd kan streamen in dat profiel als ik op de Switch ga, zeg maar. Mhm. Dat is wel handig. En dan heeft alles dus vertraging. Ja. Maar dat is niet erg. Alleen ik vind het schijt irritant dat als ik zeg, oh kut, en dat dan een seconde pas later het oh kut moment gebeurt. Want dat is nu niet meer, toch?
Nee, dat heb ik dus nu niet, omdat ik dat profiel heb aangepast. Nou, fuck jou. Ik ga... Ja, misschien was dit niet slim, maar... Jawel, dat was wel slim. Ik had het ook niet gedaan als je maar 20 coins hebt. Dit is wel balen, maar... Nou, ik ga straks nog wel weer naar de dinges. Je krijgt straks gewoon een hidden block, Sander. Oeh, 1 tegen 3. Doe maar hop hop hop. Dat is een leuk spelletje. Oeh, hide and go boom. Hide and go boom. Ah, ja. Nu moet jij of B, of A, of I, of X kiezen. En dan gaan jullie daarin verstoppen. En dan mag ik straks 3 kanonnen afschieten. En als in dat ene kanon die ik niet heb afgeschoten nog iemand zit, dan hebben jullie gewonnen. Oké. Okay. Ja, dit is zo lastig. Wat moet ik nou weer kiezen dan? Kon jij ook zien waar we naartoe liepen? Nee. Niet waar je naartoe liep, want hij deed het scherm omlaag, zeg maar. Maar als deze dus al leeft... Oh, je kunt ook met meerdere in één zitten, wat kut. Oh, ja, dan is het voor mij eigenlijk al onmogelijk. Oh, nee. Maar... Ik ben zo geneigd om nu iets te zeggen om je te beïnvloeden. Maar sowieso is dat... Ja, kut. Sander, vind je het nog leuk? Mwah. Vond Mario 6 leuk. Ja. Oh, tuurlijk. Ja, nou, dat mag toch? Nee. Ik vond dat heel uniek met die day-night cycle. Dat vond ik echt een leuke... Battle minigame. Dit is alleen maar nadelig voor mij, want ik ben de enige die echt geld kan verliezen. Oh. Zo'n battle minigame. Ja. Yep. Oh, dit is... Oh, ziek. Oh, en ik mag kiezen. Oh, jij mag kiezen. Ja, ik had ook links gedaan. Die zag er leuker uit. Deze minigame is ook geconfirmed voor de nieuwe. Wat je moet doen is je moet het lijntje overtrekken, zeg maar. En dan wie het beste heeft gedaan, zeg maar. Dat wordt echt heel kut met de controls, maar die andere was een luck minigame, dus die wou ik niet doen. Ah. Oh, je moet ook naar voren, oké. Okay. Oh. Oh, wat kut. Oh, ik vind dit nu al kut. Oh ja, ik ga dit nooit goed hebben. Wat, het laatste stukje pakt hij ook wel? Jawel. Alleen het komt door de graphics. Ja, ik was echt trash. Eindelijk wat geld. Ja, en ik ben 10 coins verloren. Zeker. Ja. Oh, wat kut dit weer. Ja, dus dan kan ik weer de ster niet... Dit staat toch weer nergens op. Oh, waarom word ik zo genaaid? Nou, je bent niet eens in de buurt van de ster, dus. Gaat ze kopen dan? Een Sparky sticker. Kun je ook gewoon... 10 coins kopen. 10 coins kopen? Waarvan dan? Ja, voor 0 coins dan wel. Oh, dit is positief. Zij swapt volgens mij met jou, of niet? Oh, dus items. Oh. Ik dacht dat het zeg maar... Ja, maar dan alsnog. Oh ja, dan was het wel positief. Ja. Verder dat zij naar links gaat, linksonder. Wennen. Ah, ze heeft toch geen coins. Nee, maar check dit. En dan wint ze straks die super luck ding, roulette, shit. Hier. Zei ik het je? Ik zei het je. En dit gaat ze winnen, let maar op. Oh.
Je moet 5 coins hebben om dat te kunnen doen. Ja, maar je moet dat toch altijd doen, of niet? Nee. Volgens mij niet. Volgens mij kan je kiezen. Waarom ben ik dan zo dom? Ik ben dus ooit zo dom geweest om met een loterij mee te doen. Die loterijen zijn cool juist. Ik doe die loterij altijd. Wat voor way? Dus weggegooid geld. Je gaat nooit winnen. Jawel, je kan gewoon die 100 coins halen. Gast, je weet hoe een loterij werkt toch? Dat is nooit winnen. Nou, maar ik heb deze game wel zo vaak gespeeld dat ik weet dat je echt wel wat kan winnen. Tuurlijk, maar die kans is zo klein dat het niet voordelig is waarschijnlijk. Dat is wel hoe loterijen werken. Oh! Dit is echt een kut minigame. Voor ons of voor haar? Voor ons. Oké. Ja, nee, dit is... Kan ze er überhaupt vanaf? Of... Ja, ja, dat kan wel. In theorie kan het, maar dit is echt een kut minigame. Hey, ik vind alleen maar die ene 2 tegen 2 minigame niet leuk. Ja, oké, deze is ook volgens... Dus. Oh, dit is echt een kut minigame. Oh, Sander. Ja. Sander, je kan ook wat vergeten. Je kan ook gewoon een keer aardig doen. Oh. Oh, kan dat? Oh. Is dat een optie? Jij kan ook winnen. Dan doe ik misschien een keer aardig. Zo. Ja, maar daar kan ik beter niet meedoen. Want anders gebeurt dat nooit. Ik wil eventjes vorige video's doorverwijzen. Oh, die 2 keer van de 9 keer dat we hebben gespeeld dat je hebt gewonnen. Ja. Itzy. Iedereen gaat naar die kant. En ik, als ik dat wil, dan kom ik er niet. Sander, Ik zit al 3 jaar in hetzelfde rondje. What the fuck doet zij? Dat kan niet, want we zijn nog maar 32 minuten live. Dus dat denk ik niet, 3 jaar. Maar ik kan het fout hebben. Maar ik denk het niet. Ha. Van loser. Oh, jij zei... Oh nee, als je klein bent, dan kun je wel natuurlijk. Ja, nee. Never mind. Boom. Hoog. Ja. Nice. Deze gast gaat me eventjes... Ja. Let op, nu doet hij... Oh. Ik wou net zeggen, nu doet hij een keer... Weer 1. Ja, maar dat vind ik nu niet erg. Nee. Al had ik het geld ook niet verkeerd gevonden, maar... Doe maar klein. Oké, een 4-player minigame. Ik ben benieuwd wat het is. Domination! Domination, let's go. Dit is een Amesh minigame. Oh, ja, leuk. Nee, leuk. Fijn. Tap de switch. Staat nou, Sander, loop even naar je switch toe en tap hem. Oh, werkt het zo? Ik dacht, zeg maar... Fucking hell, ik zit echt als een pusher als een gek. Ik kan dit echt niet. Ik ga dit zo verliezen. Let maar op. Hier. Ik ben echt noob. Net geen nieuw record! Bro, ik had van die ene had ik gewoon verloren, hè? Yup. Zo slecht ben ik. Mhm. Nah. Nah. Oh, good game. Oeh, hit een blok. Beetje jammer. Oh, wat jammer. Oh, hij heeft geen geluk na alle 5 sterren die hij met luck gekregen heeft. Oh, wat chiller. Oh. You mad, bro? Nee. Ze gaat gewoon 30 coins halen. Wat een kutlot, dan zie je 3 keer jou. Wat
Dat is echt, dat lijkt me wel erg vervelend. Dat je een loterij koopt en dat je dan 3 keer Milans gezicht krijgt. Dan denk je wel van, ja, had ik dan maar niet gekocht, weet je wel. Ja, je kunt niet altijd alles hebben. Waarom kan niemand die ster kopen? Win een keer een minigame of zo. Waarom ga jij niet gewoon naar die kant toe? Omdat ik elke keer in dit rondje vastzit. Dat is het kut aan deze map. Hé, hey, jij wou deze map doen. Dus ja, dat weet ik. Ik wou jou zien branden. Ah, die hidden block ster, dat sloeg echt nergens op. Dat is echt geen skill. Dat is zeker skill. Sowieso. Oh ja, tuurlijk. Dan ga je... Oh ja. Ik dacht eventjes... Verkeerd om. Maar kan deze... Oh, deze kan in ieder geval niet kopen. Dus dat is mooi. Het enige wat dan gebeuren moet is... Iets. Oh ja, zij moet niet winnen. Dat bedoelde ik. Oké, en... Oh, we moeten verliezen. Ik ga mijn best doen om te verliezen. Ha, Moneybelt. Nee, Moneybelt. Nee. Fuck. Ja. Paddy zegt... Nou ja, als je Sander wilt zien branden, dan kan je nog lang wachten. Want volgens mij is zout niet heel brandbaar. Oh. Oh, ik zat niet naar Donkey Kong te kijken, mogelijk. Oh. Oh, kun je ook jumpen eigenlijk? Nee. Wat kut. Ik vind het nu ook kut. Hebben we minder dan 2? Want dan ga ik ook gewoon expres niet mijn best doen. Nee, ik wil wel even mijn best doen, want als het om money gaat... Voor jou, kijk Peach. Hell. Ja, wat kut. Deze is op zich wel leuk als je niet met 2 debielen samenwerkt. Oké, Sander die mij 2 keer tegenhield en er zelf afliep. Dat was zo leuk. Oké, laat me nou alsjeblieft hier weggaan. Oh, ik alsjeblieft ben hier... niet. Ja, oh, ik ben... gooi 1, Koemba. Ik ben hier sowieso al weg, zag ik al. Wauw. Ja, loser. Ja, maar ik ben sowieso weg hier. Hoezo? Omdat ik op vraagteken kom, dan ga je hier sowieso weg. Godver. Ja, maar niet de goede kant op. Oh, en nog meer coins ook gewoon, hè? Is dit nou ook echt gunstig? Of kun je dit nou ook echt besturen? Of is het gewoon... Semi. Het zijn monies. Je hebt ze allemaal gepakt. Nee, ik heb eentje. Hoe lang duurt deze ronde nog? Eerlijk, ik heb geen idee. Nog lang. Wie wou het weten? Suira, een of andere populaire 24 uur streamer of zo. Dat is haar eigen... Dat is haar eigen ding! Yes! Ja! Wat een klapgol. Oh, dit is wel gunstig. Oh, please do. Ja, oké. Oh, dit is een andere. Wat? Hoe doe je? Ah, wit. Oh, de vorige was met krassen. En ze kregen ook geen... Aan het eind van de baan krijg je... Moet je dit hebben of zo? Die... Nee, maar dat krijg je maar 1 keer, hè? Als je dan bij de loterij komt. Jullie hebben er alle 3-1, behalve ik. Want ik ben daar nog niet geweest. Nou, en terecht. Zo hoort het. Jij hebt al geluk zat, gast. Wat? Oh, ik dacht eventjes dat het een bug was, dat dat dingetje bleef staan, maar dat hoort dus zo. Als ze nou weer naar linksonder gaat, hè? Ja, sowieso. Let maar op. Oh, ja. Oh, dat... Zij is zo dom, hè? What the fuck? Ja, kom op. Dit zou jij ook doen. Nee, ja. Maar kijk hoeveel geld ik heb. Nee, ik bedoelde met hetzelfde aantal geld ook. Oh, nee.
Omdat je zei dat zij dom was. Dus ik denk ook. Oh, wat ben je weer aardig, Sander. Nou. Hoor ik vaker. Oh, ik hoop dat je nu naar groen gaat. Dat mag. Dat mag jij hopen. Oh, nog erger. Hit een blok! Ja, weet je, ik ga deze toch al niet meer winnen, dus... Krijgen we deze attitude. Ja. Weet je nog die ene, dat ene landje in die space, dat ik heel dik achter stond en dat ik in de laatste 5 turns nog won? Dat kan jou ook gebeuren. Dat kan ik me niet herinneren. Natuurlijk kan je dat niet herinneren. Nee, ik kan hem oprecht niet... Oké, shoot water gun. Squirtle, doe je water gun attack! Oké. Jij houdt wel van Squirt, hè? Ik hou wel van Squirtle op zich, ja. Nee, dat vroeg ik niet. Is beter, jawel. Dat vroeg ik niet. Wel. Oh, je moet ook helemaal richten, jong. Ik denk gewoon water gun. Nee, hoor. Deze game haat me. Jongen, dat was bullshit. Hoezo? Was dat geen hit? Nou, deze game echt... als ik deze game kon vermoorden, had ik het gedaan, jongen. Echt. Wat kut dit. Maar verder werd het heel gezellig. Nee, ook niet gewoon. Ik heb het helemaal niet gezellig. Dat staat helemaal nergens op. Nou, dan sluiten we de stream weer af. Doei. Ja, doei. Ik ga lekker Mystery Dungeon uitspelen. Dat is leuker. Nou. Ja, je mag wel gewoon in een call blijven hoor. Daar niet van. Oh, shit. Hidden block? Nee. Tuurlijk krijgt hij weer een hidden block. Oh, hier. Hij kan hem nu kopen. Hij krijgt altijd hidden block. Echt, hè. Deze heeft een ster. Ja, jij hebt zo net een hidden block gekregen. Waar is jouw ster, Sander? Waar is jouw... ongeluk... Die heb ik niet. Oh, kijk hoeveel geluk is dat bij jou. Oh, kijk hoeveel geluk. Oh, wow. Ik heb ook één keer iets wat niet helemaal kut is. Wow. Sander, dit is echt niet leuk als je zo doet. Niet? Ik wil gewoon gezellig Mario Party spelen. Oké. Met mij. Zeker weer. Nou, echt. Ik zou hem niet gaan gebruiken. Daar gaat het niet om ook gewoon. Maar het is wel gewoon naaiend. Oké, zij krijgt weer lottery. Dat is mooi, want dan gaat ze de laatste 5 coins verneuken. Yay! Mamma mia! Yay! Nog meer coins verneuken. Zo heb ik ze het liefst. Bij de tegenstander dan wel, bij mij niet. Oké. Als je dat even weet. Ja, dan ik ken niet dan. Oh, ik moet ook nog eerst langs die Goomba. Ja, en zorgen dat je als je die Goomba overleeft niet op de vraagteken komt. Ah, nee. Voetbal. Game. Oké. We moeten 10 keer scoren. Heb je mij ooit met een bal überhaupt gezien? Dan weet je dat het niet gaat gebeuren. Ja, Peach, doe nou even niet. Peach, ik vraag het je nog één keer. Ik ga gewoon... Fuck it. Oh, hoezo was hij te hoog? Dat sloeg echt weer nergens op. Hoe doe je hem niet te hoog dan? Ja, dat probeer ik ook uit te vogelen, want het wil mij ook niet echt lukken. Nou, wat een kut game. Dit is volgens mij echt niet te doen als je met z'n drieën bent. Jawel, alleen het ging gewoon even niet. Ook dit heeft weer met controls te maken.
op A drukken. Was het enige controls die je stond. Ja, en hoek bepalen, zeg maar. Ik zat nu elke keer te ver. Wauw. Ik kon hoeken bepalen. Oh, he, eindelijk. Dit kan echt heel slecht voor mij worden. Ja, ik kan ook heel goed voor je worden. Ik ken dat. Oei. Oh, van iedereen. Oh. Hier. Dat was het ook? Waar slaat het op? Jij komt toch op een pauzevakje, niet bij allemaal. Nee, maar dit is toch dom. Dit is gewoon dom van de game. Dit vind ik niet leuk. Dat is bij elke Mario Party zo, dat het voor iedereen geldt. Nee. Jawel, dan moet je allemaal elke keer een minigame spelen en als je dan verliest, dan krijg je altijd de straf. Oké, je komt wel op een goede plek uit. Nee. Hier, 5. Bij mij gooit hij ook altijd vet hoog en dan gooi ik weer vet laag. Hier, kijk, ik zei het je. Hey, Simon, het is vandaag niet zo leuk om met Sander Mario Party te spelen. Hij is een beetje salty. Dat komt omdat ik weer genaaid word. Dat is helemaal je eigen schuld. Mijn eigen schuld dat jij genaaid wordt? Ja, jij naait me. Oh, tuurlijk. Jij naait me net zo hard als Simon laatst in de Minecraft. Oh, ik dacht in je kont. Oh, oeps. Nee, daar komt hij niet eens dichtbij in de buurt. Ik weet totaal niet wat we moeten doen eigenlijk, maar... Nou, dat schiet op. Ja, maar dit is toch... ga ik nooit winnen. Hoe kun je niet op A drukken? A is letterlijk de makkelijkste. A, die kun je. Dit is zo lastig. Oh mijn god, met het toetsenbord. Echt, als ik in mijn eentje zou zijn. Oh, we moeten nog één. Hij zit kom vol. Fuck. Dit is echt lastig met het toetsenbord. Ook omdat heb je headset op? Nee, heb ik niet. Oké. Maar ben je nog aan het liven? Je bent gestopt. Was het niet zo leuk? De Minecraft VR live gedoe shit? Wie deed Minecraft VR dan? Paddy? Ja, Paddy. Oh. Hij wil graag naar onze stream kijken, dat snap ik wel. Het is wel een beetje jammer dat hij weer in jouw chat zit eigenlijk. Hij zit in de goede chat, Magic Lamp, kom op. Magic Lamp of Item Bag. Oh nee, Item Bag heeft nu niet zoveel zin. Oh. Toch. Hé, je vroeg om Item Bag, dan krijg je Item Bag. Dus nu kies je ook fucking Item Bag. Nee. Onbeschoft, echt. Ja, maar dat komt omdat ik nog... sociale lui tussen zitten, hè. Altijd. Minder. Daar kan ik dan niet minder door gooien. Wauw, ik heb ook elke keer gewoon pech of zonde. Hier. Nee, je hebt hartstikke geluk. Ik krijg weer coins en zo. Nee, die kant wou ik heel. Godverdomme, ik drukte te ver door. Hit een blok! Alweer. Nee. Oh nee. Maar, goed zo, Paddy. Wat wou je zeggen? Hij zegt, dan ga ik maar naar de goede chat. Dat zei hij. Hater. Nou, ik heb Simon. Komt Simon straks ook hier? Oh. Ja, dat zal wel weer. Altijd. Maar er komen 3 goede games uit van Nintendo binnenkort, hè? Is dat zo? Waarschijnlijk goede games. Welke dan? Legends Arceus, Brilliant Diamond en Super Mario Party. Al ben ik over die Mario Party dan niet zo zeker nu ik dit zo speel. nee, Mario Party grapje. Superstars, ja, daar heb ik echt zin in. Ik heb trouwens in alle 3 wel zin. Ah, je hebt ze gewoon
Maar voor welke ben je nou meest hyped? Dat ben je is easy. Legends Arceus. Wat? Wow, je krijgt 20 coins. Ja, maar waar ga ik nu naartoe dan? Ja, mag je zelf kiezen. Ja, is goed. En nu hoor je hem niet zeiken, hoor. Nou, ik moet nog langs die Goomba en dat is onmogelijk voor mij. Dus jij gooit steeds hoger, maar ik gooi steeds lager, dus Booksquirm. Beste minigame ooit gemaakt. Woep woep. Die ken je wel, toch? Booksquirm of ook niet? Oh ja, deze ken ik wel. Dan moet je door het goede gaatje. Ja. Dat klinkt niet heel erg herkenbaar voor mij. Ha! Die vond ik wel goed, Sander. Volgens mij is deze niet handig. Nee, met de controls bedoel je. Oh nee, ik dacht gewoon dat gaatje. Het was niet handig, maar viel mee. Nee, gaan ze allemaal. Oh. Oh, dat ging nog best. Oh. Dat ging niet goed. Soms dan denk ik, ik moet de bovenste hebben, dan moet ik toch de onderste hebben. Gaat dit net zo lang door totdat iemand als enig over is? Oh, dan had ik dat sowieso nooit gered. Luigi de winnaar! Nou, lui is hij zeker. Je bent echt lul. Nee, laat maar, dat is ook niet helemaal waar. Wario, die is pas lui, want die is dik. En alle dikke mensen zijn lui. Nee, wat een haat opeens naar dikke mensen, wat is dit? Ja, hij moet er gewoon van een lui kont afkomen. Oh, dit is helemaal niet kut. Hier, dit bedoel ik. Je hebt altijd geluk. Oh, oh, wat gebeurt er? Oh, je krijgt niet 528 coins. Oh, wat zielig. Ja, dus ik snap wel dat je dat zielig vindt. Als je het spel niet snapt, dan Sommige happy vibes. Ja, ik weet niet. Heb je trouwens mijn antwoord nou eigenlijk gehad op welke game ik het meest naar uitkijk? Nee, volgens mij niet. Omdat je schrok dat je 20 coins kreeg door de roulette wiel. Oh ja, dat kan wel. Maar wat is het nou dan? Nou, het is easy. Legend Arceus natuurlijk. Die game ziet er zo vet uit, oh mijn god. Ja, maar ik weet nog niet echt goed wat te verwachten of zo. Snap je dat? Ja. Zeg maar, oké. Ik weet wel hoe de wereld en zo er alles uitziet. En ik weet dat er een paar nieuwe vorms komen. Waarschijnlijk meer vorms en evoluties. Dat vind ik hartstikke vet. Alleen, hoe de battles en zo... Daar heb je het ook al gezien. Nog niet helemaal. Ja, maar ik ben niet zo slim. Dus ik snap dat niet. Ja, dat is waar. Nee, want de ene keer staat er een Pokémon en de andere keer kun je zelf letterlijk doodgaan. Nee, dat is eigenlijk... Ja. Begreep ik. Ja, dat klopt. Dat op het moment dat je niet in een Pokémon battle zit, kan je ook zelf doodgaan, zeg maar. Ah ja. Maar het zag er op sommige momenten ook alweer een beetje... Oh, wacht. Pokémon Go-achtig uit dat je in je eentje, dat je geen Pokémon voor je hebt, zeg maar. Ja, het is zeg maar, dus, je moet zo zien dat het helemaal in de prehistorie is, zeg maar. En dat Pokémon's nog niet samenleefden echt met mensen. En dat je Pokémon's dus ook van een afstand kan besluipen, zeg maar. En een Pokéball kan gooien, zeg maar. Ja, oké. Ik heb echt zo zin in de game, dat is niet te doen. Ik heb daar veel meer zin in dan... Dan Brilliant Diamond en Shining Pearl, zeg maar. Dan kan ik niks. Dat weet ik niet. Auw, zo Niant. Da, 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 da. Da, da, da. Nee, ga nou, ja. Pak die Peach. Ik moet jullie alle drie pakken, dus ik ben nog lang niet daar, maar...
Ja, oké. Okay. Alleen jou nog, maar dat gaat me echt nooit lukken. Oké, okay, misschien wel, misschien wel. Nee. Dat was... Ja, dit kun je gewoon stalen. Ja. Volgens mij is echt rondlopen echt veel makkelijker. Maar dat geeft niet. Dat is altijd. Dat ik genaaid word. Gaan we weer. Laatste 5 turns? Ja. Oh, nu ga ik sowieso... Oeh. Ja, dit is... Nee! Mooi, joh. Nee, als dit gebeurt, op. Hè. Dus dit is ooit in die 100 keer dat ik het gespeeld heb, 1 keertje gebeurd. En ik weet niet eens meer wat er dan gebeurt. Nee! Ik sta niet eens Oh, wat kut dit weer. Dan krijg ik ook nog geen positief iets. Of is dat niet bij deze? Is het voor iedereen? Nee. Oh, oké. Okay. Je krijgt dus 6 coins. Of je gaat 6 coins in de minus. Ja, oké. Okay. Ja, maar dit is dus voor iedereen positief. Dus dan maakt het ook niet uit dat ik niet laatste was. Ja, je kan een ster krijgen. Oh. Ja, maar... Ik kan jou nooit meer inhalen, zeg maar. Dus dat maakt niet zoveel meer uit. Wat weet je nou? Aan mijn koppie? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, daar stond ik net. Ja, maar jij moest weer zo nodig een ster pakken. Later. Oh, als hij 1 gooit en ik moet mijn sterren swappen, dan stop ik met het spel, ja? Ja, is goed. Helemaal. Okay, 1. Gelukkig. Godverdatiefes. Gaat ze ook die kant op? Yay! Hidden block? Ik wil gewoon op zo'n flipper cushion komen. Wat is Z? Oh, die. Oké, okay, waar staat de flipperkassie? Ja, daar. Oh, helemaal nergens waar ik bij kan komen. Yay! Oké, nou. Ja, nu 10, maar dat maakt niks uit. Want deze gast doet dan zo van... Hey. Nou, en dat is op zich niet erg. Als je... hoog? Het is op zich niet erg als je nu naar de ster moet... Even naar de start moet, hè? Gewoon 52 coins, Sander. Rotsenflots. Als je die mini-mushroom zo gebruikt... en je komt op bij die Goomba's... dan kan je ook een leuke minigame doen, geloof ik. Nou, maar ik ben niet lucky. Heb je dit hele potje? Was je erbij? Ik heb toch helemaal niks over lucky gezegd? Ik zei een leuke minigame. Oh, ik verstond lucky minigame. Oftewel, je krijgt goede shit. Toen dacht ik, ja, maar ja, dan ga ik hem verliezen. Je moet om en om ze gebruiken om adem te halen. En dan gaan je straks zien hoe... Ik kan maar, dat maakt allemaal niet uit. Oké. Okay. Ik heb totaal niet snel gedaan. Ja. Yeah. Ik dacht dat we eerst in het water moesten en dat je dan om de dingen. New record. Dat maakt niet uit. Luigi de winner. Nu niet even fast forward naar het volgende potje. Oké. Okay. Wedden, hij gaat weer laag gooien. Wedden? Nee, maar dat is altijd gelukt. Nu wil ik er best overheen, vind ik niet erg. Zie?
Altijd. Altijd nadelig. Wat? Hoezo nothing happened? Ik heb al 3 items. Oh. Wat is dat? Dan wordt zij naar mij toe gewaakt. Oh. Nou, gegooid. Nee. Je wordt niet echt gewarpt, want gewarpt dan denk ik aan verwisseld. Ja, oké, okay, Sander, ja, denk okay, jij dat? Oké, gewarpt, ja, oké, okay, kan ook, nevermind. Nee, goud, goud. Sad. Echt gelachen als het nu goud was, wel. Mama mia. Zullen we hier na Toad's Rollercoaster doen? Kan. Ja, ik weet dat het kan, Sander. Ja, is goed. Oeh, min 6. Oeh, gebruik je... Wat? Had je mini gebruikt? Oh. Nee. Schijnbaar niet. Dat was waarschijnlijk heel dom, maar dat... Order up. Ook een leuke mini, hè? Ik was ook helemaal vergeten dat ik überhaupt een mushroom had, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik kan die mini altijd nog gebruiken. Ja, niet dat het dan nog zo gunstig is, maar... Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Oké. Ik snap het wel. Denk ik. Oh ja, oké, deze. Oh, dat ging er veel te snel. Ik had niet eens de tijd om het te onderhouden, jong. Oké, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik bedoel, ja, dat was puur skill. Hier, puur skill. Dat had ik onthouden. Dat had ik onthouden met mijn kopie. Oké. Ja. Nee, die. Nee. DK. Godverdatieves. Daar stond hij ook, hè. Ik wist het. Wayo? Oké. Final game. Ja. Oh shit, pak deze gauw een patatje. Ik pakte al de patatje. Oh, deze kan ik echt niks. Sander, in deze game zit geen patatjes, alleen maar friet. Oké, we doen hierna geen potje meer. Yeah. Mensen die friet zeggen, jeetje mina, ben je debiel of zo? Nee, ik ben gewoon Nederlands. Ja, dus, want anders dan zeg je wel gewoon normaal patat. Dat is een echte man. Waarom doe je een mini mushroom? Omdat ik 3, 4 of 5 wil gooien. Wauw. Dat is niet 3, 4 of 5 eigenlijk. Ik wil niet heel vervelend doen, maar dat is niet 3, 4 of 5. Waarom doe je dat toch heel vervelend als je dat niet wil? Ik zeg alleen de feiten. Als jij daar niet tegen kunt, is het niet zeg jij dat? Sorry dat je nergens tegen kunt. Ja, kan ik niks aan doen. Hey. Dat is ook nog volgens mij een intro momentje bij een van onze Pokémon afleveringen. Ja. Yeah. Wauw, wat een vieze bitch. Ja, en dan heb ik 0 sterren. Och, ja. Hoe krijg ik het voor elkaar? Alweer als het Bowser's Revolution wordt, dan word ik boos. Mag ik een applaus voor een Bowser fucky? Ja, let's go! Bij jou is het wel alleen voor jou! Ja, hier, dat bedoel ik. Ik hou van dit spel. Oh, we mogen samen!
Team Treasure Track. Bij deze minigame moeten we zeg maar aan het andere kant van het veld moeten we twee doosjes pakken en dan moeten we die naar elkaar toe brengen. En dan heb je gewonnen. Dus we moeten de rode doosjes pakken. Ik heb de mijne, oké. Okay. Ja, ik heb de andere. Ik ga kijken of ik jou kan vinden, ergens onderin. Oh, verloren. Ik wil weten hoe ver we uit elkaar stonden. Ik weet niet of we dat krijgen te zien. Ah. Ja. Peachy the winner. Hoe dan? Wauw. Dus. Yay. Nou, zoveel jee is er niet. Dit is een beetje jammer. Wie is de enige met 0 sterren? Hey! Het is een kip! Nee, het is geen kip. Veel te lang filmpje hiervoor ook. Ik bedoel... Laten we gewoon naar de lamp gaan. Jezus, waarom moeten we eerst een filmpje van 10 minuten kijken? Van, oh, ze gaat nu echt naar de ster, hoor, joh. Ze gaat naar de ster. Had je dat al gezien? Ja. Dat vind ik wel oprecht nergens op slaan. Ik wil niet haten, maar... Je doet het toch? Nee. Dat wil ik helemaal niet. Maar je doet het toch? Nee. Dat vind ik niet. Oh, is er weer zo'n mega mushroom. Je zei weer geluk, hè? Zeg, ik krijg weer coins en zo. Dat heb ik dus nooit. Ofwel, maar dan heb ik het niet nodig vaak. Dat is echt zo. Ook al 10. Ja, maar dat maakt allemaal niks meer uit. Ja, doe maar. Ah, 3, wat leuk. Ah, 9, wat leuk. Ja, maar ik snap dus niet hoe deze werkt. Ja, maar ik snap al dat het er wel zwaar is. Ja, nou dat is toch ook zo. Alleen omdat ik toevallig coins krijg omdat ik schijnbaar iets goed doe, betekent niet meteen dat ik weet hoe die werkt. Dat denk je wel, maar... Money belt. Nou, de belt van de monies. Deze is onmogelijk. Voor jou is deze al easy. Nee. Nee, oké, je moet wel goed zijn in de game, dat is waar. Waarschijnlijk word ik weer ziek hard genaaid, namelijk. Ik ken deze games toevallig. Ik vind het zo raar dat je naar voren moet door schuin te klikken, zeg maar. Ja, dat komt omdat het veel natuurlijker is met een...
Met een GameCube controller. Ja, dat geloof ik direct. Oh, kut! Nee! Fuck, wat doe ik? Laatste turn. Eindelijk. Verlossing. Dubbel 5. Ah, je hebt ook echt alles mee zitten, hè? Ja, ik zal eerlijk zijn, ik heb best wel veel mee zitten, ja, dit potje. Hè? Hij durft het ook eens eindelijk te zeggen. What the fuck? What the fuck is hier aan de hand? Sinds wanneer durft hij dat? Holy damn. Omdat het voor de eerste keer ook waar is. Nee, dat is altijd al zo geweest. Er zijn weinig potjes gehad dat ik geen ongeluk heb gehad. Oh, ik heb ook altijd ongelukken, hè? Niet. Hier, kijk. Gewoon weer ongeluk. Wat een bullshit. Ik stop. Zo klinkt jij, Sander. Heb je het in de gaten? Ja, alleen bij mij gebeurt dat keer 10, zeg maar. 10 keer zo erg. Dan kom je op zo'n Bowser-vakkie en dan worden je coins gestild. Dan kom jij op een Bowser-vakje en dan wordt mijn coins gestild. Ik bedoel, ik noem worden maar ze gestild hoor. Of worden ze gestolen? Hoe je ruurt. Ik heet geen ruurt. Wauw. Gemeen. En uncultured. Wauw. Je zult ze maar kennen. Hit een blok. Nee. Alleen masters krijgen. Je hebt ook echt 3 keer hit een blok. Ho, schat. Ho, ho, ho. 2 keer. 3 keer of zo. Avalanche. Avalanche. Ik weet niet wat we moeten doen. Maar iets met move en op aandrukken. Oh. Zo. Fuck. Oh, moet je als eerste daar zijn, dat is gewoon. Wauw. Wel een spannend potje dit hoor. Ik kan de emulatie ook afsluiten anders. Oké, dat is ook goed. Nee, dat is een grapje. Oeh, ik had het bijna gedaan. Mijn muis stond al op de kruisje knop. Ik heb ook als het goed is alle 3 de extra sterren. Dat weet je niet, je weet niet wat er komt. Jawel, want het is in Mario Party 4 altijd dezelfde. Net als in Mario Party 5. Ja, maar ook dan zou ik nooit kunnen winnen. Stel, dan zou ik ze allemaal hebben. Dat klopt. Wat is de derde dan? What happening? Nee, pure skill hoor. Nee. Ja, ik pure skill. Ik heb gewoon alle minigames gewonnen. Ik heb gewoon alle coins verzameld. Dus het is gewoon skills. Alle happenings vakjes. Het is gewoon skills hoor. Die heb je bent gewoon lastig geworden. Joh, dat was al lang bekend, ja. Dat ik laatste was. Dat was al vanaf de eerste ronde bekend. Ah, ik druk op A. We weten het wel.
Ik ben op de meeste dingen uitgekomen. En op de meeste bouwservakjes. Hier, kijk. Hoezo de meeste samen met mij?